Dag Nina, proficiat met de overwinning. Enige gevoelens, indrukken voor Middel of Winsten, alstublieft? Ja, onverwachts eigenlijk. Ja. Allee, ja. Ik ken het andere meisjes ook heel erg natuurlijk, maar ik ben super blij. Ja, maar jij bent nu gewonnen, hè. Wat heb je ervoor moeten doen om de eerste te worden, denk je? Voor moeten doen? Ja. Ik heb me heel hard ingezet wel, en met veel enthousiasme altijd. En we laten zien dat ik het super graag wou natuurlijk, en dat ik me wel een heel jaar wil inzetten. Ja. Dus dat zal ook wel... Op welke basis denk je dat die jury jou verkozen heeft? Goh, ik wil het eigenlijk zelf wel weten. Misschien ja, omdat ik het heel graag deed. En ik denk ook wel dat je dat zag tijdens de show, dat ik het wel super graag deed. En altijd als ze afgingen, zei ik ook altijd, ik wil nog eens. Zeg, wat vond je nu, buiten je overwinning natuurlijk, hè, wat vond je nu het leukste van de avond? Ik denk wel de defilé met de gala-jurken. Want je voelt wel dat zo heel mooi wel, met de gala-kleed natuurlijk. Ja. Hoe was de sfeer bij de meisjes? Supergoed, echt waar. We zijn op reis geweest naar Turkije en iedereen zegt het ook. Je kunt vragen aan iedereen, het is zo'n goede groep. Echt. Hoe zie je dat nu zitten, ambassadrice voor de wellnesssector? Wat betekent dat eigenlijk? Met inzetten om proberen dingen veranderen kan ik misschien, maar wel mensen ervan bewust maken. Dus met de vestigingswet van kijk, mensen, er zijn gevaren, je hebt diploma's nodig, toch wel dat er een beetje in krijgen. Ja. Hoe denk je dat concreet aan te pakken? Ze storen je hier allemaal, ja. Dat trekt er niet op. Nee, dat trekt er niet op. ik denk misschien toch nadenken samen met het comité om iets op touw te zetten of zo. Dat we de mensen daarvan bewust maken van de risico's en gevaren, want dat is toch wel mijn doel. Ja, ik denk wel dat dat zeer nuttig is. Ja, en ik kan zeker de titel daar goed voor gebruiken, ja. Dat is waar. Oké, zeg, ik wens je nog heel veel succes. Zijn we in de afterparty ook? Ja, tuurlijk. Ik heb wat te vieren, hè. En heb je voor morgen al plannen? Ik moet werken. We zullen heel blij zijn op mijn werk, denk ik. Wanneer zijn de eerste fotoshoots? Goh, geen idee eigenlijk. Het is nu eigenlijk een beetje afwachten. Ja. Okay, super. Geniet nog van je jaar en wees een goede ambassadrice. Ik doe zeker mijn best. Ja, zeker. Bedankt. Dank je wel. Ja.